Breda Nu. Je weet het meteen. Leuk dat jullie hier zijn. Fantastische locatie. Staat ook in het boek. Ik heb hier zelf nooit gesproken, dus kom hier wel eens. Het is altijd weer genieten. Ik heb voor jullie ik weet niet of iedereen het boek heeft, eigenlijk. Ik heb een 60-tal foto's uit het boek meegenomen vandaag, die ik wil laten zien en wil bespreken. En dan wil ik niet zozeer ingaan op de geschiedenis bij het object, want het staat allemaal netjes in het boek. En daar zijn ook heel veel andere boeken nog van. Ik wil vooral iets vertellen over waarom ik die foto's gemaakt heb. Hoe is het de opkomst bevallen? Ja, heel erg goed. Ik ben er toch 5 jaar mee bezig. En in eerste instantie voor mezelf, omdat ik gewoon hele mooie foto's wilde maken. En dan ga je steeds een beetje meer verdiepen en dan spreek je steeds meer mensen. En dan je houdt een project ook voor jezelf een beetje uiteindelijk, omdat je weet dat er een boek komt. Want je bent misschien, ja, weet je, je wil wel uniek zijn. En dan weet je niet waar het staat, want ik heb die foto's al, sommige foto's al 5 jaar zie ik. En die zijn dan voor mij niet meer zo heel bijzonder. Terwijl als ik nu aan het vertellen ben, ben ik zelf ook weer enthousiast, omdat het toch wel weer bijzonder is. Het is ontzettend warm ontvangen. En ik krijg ontzettend veel e-mailtjes van mensen die het boek gekocht hebben en echte Bredaanaren zijn. En die dan zeggen, ik heb nog nooit zo naar dat pand gekeken. Of waar is dit? En dan is het gewoon midden in de stad, waar ze al zo vaak geweest zijn. Dus dat is heel leuk. Het wordt goed ontvangen. Ja. En hoe bent u op het idee gekomen? Nou ja, ik ben fotograaf en ik ben voornamelijk commercieel fotograaf. En ik heb een sterke interesse in geschiedenis, architectuur en fotografie. En die drie gecombineerd is een gezonde basis voor de start van dit boek. Ik was gewoon nieuwsgierig en ik wilde mooie foto's maken. Dus zo ben ik ermee begonnen. En wat wilt u nu verder gaan doen nadat u dit boek heeft uitgegeven? Ik heb me nu 5 jaar in Breda verdiept. Het is bijna een studie geweest. Ik heb ontzettend veel gelezen over Breda. Dat komt een heel klein beetje terug in het boek. Het moest natuurlijk een fotoboek worden. Maar nu wil ik wel weer meer contact met de mens. Dus ik ga toch weer wat meer portretteren nu. En wie weet dat zoiets wel weer een keer op het pad komt. Dat sluit ik ook absoluut niet uit, want er zijn nog veel meer mooie steden. Of dat ik één object aan zich helemaal ga fotograferen. Maar nu even portretten. En dat loopt alweer